800 meter met drie Belgen, Thomas Matthijs, Matthias Rosseeuw en Juri Jansen, maar ook heel wat ander sterk volk, zoals de tweede van het WK van Osaka, de Canadees Gary Reid, ook de Soedanees Ismail. Nederlanders Lathouwers en Som hier ook op zoek naar hun Olympische limiet, hebben die ook nog niet gehaald. Lathouwers met 2,81 daar. In de derde positie achter de Haas, de Belgen voorlopig achterin. Belgische limiet staat heel scherp, 1,44,80, dat is quasi onhaalbaar. Nederlanders mogen 1,45,25 lopen om naar Peking te gaan. Sam Burley is de Haas. En in zijn tred is dat een van de Keniaan, inderdaad, Ismail Kombi, die vaak ook haast op grote meetings, maar wel eens een 800 meter voor zichzelf loopt. Met 2,82 Ismail Kombi aan de leiding. Ook de Algerijn met 2,84 in het oog houden, vierde in Rome, waarin persoonlijk record liep. En met de bril is het Gary Reid, misschien de sterkste van alle. Achteraan Matthijs, Thomas Matthijs en Rosseeuw, die een duw kreeg daar straks. En nu de laatste rechte lijn met Gary Reid tegen Najim Mansour. En komt ook nog Bet. Of... Maar het is Gary Reid die wint in een goede tijd. 1:44.42. En... de Nederlanders gaan ook niet hun Olympische limiet halen, vrees ik. Maar winst voor de vissenwereldkampioen uit Canada, deze Gary Reid. Nog eens de laatste rechte lijn, de Belgen achterin, zij aan zij, Juri Jansen, Matthias Rosseeuw en Thomas Matthijs. Maar zij halen de Belgische limiet lang niet. Achteraan de drie Belgen, Juri Jansen, Matthias Rosseeuw en Thomas Matthijs. Zij stranden ver van die Belgische Olympische limiet.